Geen Stijl. Ooit opgericht door een gefrustreerde journalist. Dit is het Po-nieuws. Die na 6 jaar vertrok om zijn grote droom waar te maken. Ons belastinggeld. Nodeloos kwetsend. Ongefundeerd. En tendentieus. Heb je gedeeld? Geen Stijl heeft sinds de oprichting gezorgd voor een piek in de verkoop van maagzuurremmers. En workshops mediatraining. Maar nu is Geen Stijl 16 jaar oud. Is precies zo oud en puberaal als de gemiddelde reaguurder. Ik ben blij dat het niveau wat omhoog gaat. En wat zij niet weten, is dat Geen Stijl de afgelopen 16 jaar van enorme invloed is geweest in Nederland. Ik heb een keer gezien. Daar ben ik blij om, jongen. Ja. Zo werd Ellen Vogelaar vakkundig afgemaakt. Door Ellen Vogelaar. Werd Pechtold ontmaskerd, werd er korte metten gemaakt met de carrière van Paul Tang. Wie? Ja, dat bedoel ik. En werd de kamelenteen geïntroduceerd. Oh nee, wacht. En daarnaast bedacht Geen Stijl Dumpert. 1, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En is de bloksnor weer helemaal terug in het modebeeld. Geen Stijl was de eerste die de kracht van de reaguurders wist te bundelen. Zo werd zwaffelen in 2008 het woord van het jaar. Gingen meer dan 4 miljoen mensen naar de stembus met geen pijl, waar de politiek dan weer niks mee deed. Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen? Worden wekelijks gestolen auto's, fietsen en motoren terugbezorgd en heel veel boeven gepakt. Belt u Geen Stijl maar, laat de politie maar zitten. Ook de boeven in het buitenland. En er kwam zelfs Geen Stijl Doritos chips. Wacht, is dit reclame? Oh fuck, stink ik er weer in. Maar Geen Stijl maakt niet alleen maar mensen kapot met hun roze plopkap. Je bent van Geen Stijl? Ja. Ze helpen ook mensen met hun carrière. Nou, Simon? Zo wist dankzij Geen Stijl heel Nederland dat Brit in de Playboy stond. Kreeg Patricia Paai weer volop presentatieklussen. En werd onze Nico veilig weggerangeerd in het afvoerputje van de middelmaat. De wereld draait door. Jij kan alleen maar die domme roze microfoon met mensen in hun giegel duwen. En we zijn zelfs erkend als digitaal UNESCO-erfgoed. Dus even serieus, gasten. Ook al mag je met 16 jaar Geen Stijl inmiddels oude media noemen, met de beste en vooral de echtste content van Nederland, trekken we iedere maand 3 miljoen unieke bezoekers. Ja, en als jij ons nu even 33,33 euro van je geld geeft, dan gaan wij daar de komende 16 jaar gewoon keihard mee door. En dan hoeven we niet meer te solliciteren op gênante baantjes. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Ja, jullie horen het, reaguurders. Word lid, sponsor, trek die poeplap. En ga er nou niet vanuit dat alles maar voor niks kan zijn. Hè? En dan worden we in de toekomst misschien niet meer lastiggevallen op Geen Stijl met van die zelffeliciterende kutfilmpjes die doen denken aan een of ander RTL Boulevard-item. Gadverdamme. Maar seriously, word lid. Kunnen we lekker door blijven gaan met alles te stangen. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now.